Alain Grootaars spreekt met dokter-ingenieur Carla Peters, immunologe, over hoe u uw gezondheid in eigen handen kunt nemen. Iedereen wil een gezond leven. Iedereen wil graag werken. Mm-hmm. Zingevend werk doen. Dus iets bijdragen aan de maatschappij. Veel mensen die ziek zijn, die kunnen uiteindelijk niet meer functioneren. Ja, functioneren en ook niet in de maatschappij opereren. En dat is heel triest. Daar is door Sciensano, dat is de Belgische overheid, onderzoek naar gedaan. Die hebben er een artikel over in Nature. Mm-hmm. En blijkt dat ze in 24 mondkapjes titaniumdioxide hebben aangetroffen. Maar die mondkapjes zijn niet van de markt gehaald. Kijk, als je boven veel medicijn gebruikt, of pijnstillers die je gebruikt, ook nog eens veel alcohol gaat gebruiken. En ook veel eten wat moeilijk verteerbaar is, dan nodig je natuurlijk meer uit om heel ziek te worden. Dus ik ben inderdaad wel van, als het kan, rauwe melk. Dan wel van een boer die erg zorgvuldig hygiënisch is. Zeker om mensen weer op gang te krijgen, spijsvertering weer op gang te krijgen. Want zoals de traditionele geneeskunde die zegt, als de spijsvertering niet goed is, dan word je gewoon uiteindelijk ziek. Sterker nog, vitamine D is uit het basispakket gehaald. 1,5 miljoen mensen maakt het er gebruik van. Mm-hmm. Maar €90 per persoon is overheidskosten. Dus dan is de vraag, waarom zijn die overheidskosten dan zo, die handelingskosten zo hoog? Als je daardoor mensen uit het ziekenhuis kunt halen, die kosteneffectiviteit is zo groot dat je niet begrijpt dat het niet gedaan wordt. Ik denk dat als mensen het lef hebben om zelf het heft in handen te nemen en zich ook verdiepen, wat zijn de mogelijkheden om bepaalde klachten op te lossen? En als dat steeds meer mensen gaan doen, dus zich ook als een serieuze gesprekspartner beschouwen, dat we dan gewoon echt een heel eind komen.